Vanuit de directrice van de tweemaster is er een vraag uitgezet of dat er extra hulp kon komen voor kinderen die net wat extra uitdaging nodig hebben. Vandaar heb ik samen met iemand vanuit de Haagse scholen gekeken naar oké, hoe kunnen we dit het beste vormgeven. Deze kinderen sloegen aan op het maken van podcasts en 3D-printen. En daarom hebben we via de vonk van DHS deze materialen aan kunnen schaffen. Bij groep 1-2 gaan ze vandaag met de podcast aan de slag met 3 verschillende spelletjes. We hebben dobbelstenen waarbij ze zelf een verhaaltje kunnen verzinnen aan de hand van afbeeldingen die ze op die dobbelstenen hebben gegooid. Dat is best wel interessant, want je stimuleert natuurlijk heel erg het creatief denken van oké, ja, maar je moet ter plekke een verhaal gaan verzinnen. En we gaan vandaag ook aan de slag met kaarten, met afbeeldingen waarbij ze zelf over iets na moeten denken, waarbij we ook vragen stellen en ze ook eigenlijk het kritisch denken en het onderbouwd denken stimuleren. Oh, jij denkt aan een stoplicht in de klas? Ja. Ja, als die op groen is, dan mag je praten. En als die nou op oranje stond? Dan mag je alleen bewegen. Bij deze lessen gebruiken we ook 3D-printers. En ik heb dit 3D-onderwerp gemaakt met iemand anders. We hebben eigenlijk een speeltuin gemaakt. En dit is een tube waardoor je heen kan. We hebben een glijbaan. En hier 2 dingen waardoor je op kan klimmen, want we moesten een speciale speeltuin maken in de vorm van een piramide met verschillende lagen, dus dat hebben we ook gedaan. In januari komt er ook een spacebus hier naar de school toe, dus wat we eigenlijk hebben gedaan is we proberen de thema's die wij in de projecten hebben zoveel mogelijk te streamlinen met de thema's die ook hier in de school lopen. Vandaag gaan we eigenlijk met die kids in Tinkerkit werken aan hun eigen projecten, hoe ze bijvoorbeeld ruimteafval op kunnen ruimen. We zijn een satelliet aan het maken die ruimteafval kan opruimen. Nou, we zetten de innovatievonk niet alleen in voor de materialen, maar ook voor de ondersteuning binnen school, om inderdaad goed met die materialen te kunnen werken. Dus de inhuur van Annemarie van Es. Daarnaast is het de bedoeling dat we met andere pionierscholen om de tafel gaan zitten om met elkaar ervaringen te delen. Ja, een droom zou zijn dat dit standaard in de klas is. Dat we toch een mooi lokaal hebben waar gebruik van gemaakt kan worden en waar kinderen eigenlijk projecten uit kunnen voeren die zij wensen. Dus een stukje eigenaarschap hebben over leren en daarin zelf keuzes kunnen maken.